Goedemiddag en welkom bij een nieuw half uurtje ontspannen, bewegen en ontspannen. Zorg ervoor dat je comfortabel zit, dus misschien een blokje onder de billen, zodat je een lange rug kunt maken. Dat je in die bol zit, dat je echt het bekken kunt kantelen. En al de ruggenwervels van aan het staartbeentje op elkaar kunt stapelen. Net alsof je een blokkentoren maakt op elkaar. Zucht misschien eens. Alles eruit. Handen. Mag je op de knieën leggen of in de schoot? Kies jezelf. Handpalmen naar beneden. Gaan we extra focussen op gronding. Handpalmen open. Richting het plafond, richting de lucht. Ik ga eigenlijk zeggen, ik sta open voor het ontvangen van energie. Je moet zelf kiezen. Ik focus vandaag meer op het gronden. Er zit al genoeg beweging en energie in de lucht. En dan nemen we hier een minuutje om rustig onze aandacht naar onze adem te brengen. Je moet niet direct die adem gaan aanpassen. Hè? Je moet dat niet direct gaan veranderen. Ergens aandacht aan geven wil niet zeggen dat het anders moet. Maar gewoon dat je bewust bent van hoe dat op die moment gebeurt. We gebruiken onze adem als een anker dat ons vastzet in dit moment, dat ons verbindt met hier en nu. Elke keer als we gefocust zijn op de adem, denken we niet meer aan die adem dat we net genomen hebben of de adem dat nog moet komen. Dat komt vanzelf. Alleen dit moment telt. Inademhaling, voel je hoe de longen zich uitzetten, hoe heel het bovenlichaam gaat reageren op die adem dat binnenstroomt. Met elke uitademhaling laat je los wat je niet nodig hebt. Spanningen, gedachten, gevoelens die we op dit moment niet kunnen gebruiken, laat ze los. Laat ze wegstromen in de ruimte. Zachtjes. Hou de ogen gesloten, maar breng wat beweging in je lichaam. Dus dat maakt niet uit wat dat is, dat maakt niet uit hoe dat eruit ziet. Dit is onze practice, jouw practice. Dus er is niemand dat ziet wat je aan het doen bent. Een beetje. Intuïtief bewegen. Bewegen zoals je voelt dat je lichaam het vraagt. Misschien haalt je de benen uit de knoop, strekt je ze uit. Zet je de voeten in de mat en laat je de knieën heen en weer zakken. Doe wat je goed voelt. En dan gaan we van daaruit naar handen en knieën bewegen. We gaan de dikke tenen samenbrengen. Knieën open en heel even de billen recht in de hiel laten zakken. Voor kindhouding. Balasana. Dus laat je voorhoofd zwaar richting de mat worden. Heel het bovenlichaam zinkt weg. Bovenlichaam zwaar richting de mat en dan gaan we de handen
naar links wandelen. Dus hou je heupen in het midden, houd ze laag. En voel echt strekking in de rechterzijde. Dus we wandelen de handen naar links. We strekken de rechterzijde. Voel ook de adem gaat veranderen. Hè? En dat we meer ruimte krijgen in de rechterzijde, gaat die adem zo'n klein beetje meer tussen die rechter ribben gaan bewegen. Meer ruimte aan die kant en iets minder links. Dan gaan we via het midden, handen wandelen terug door. We gaan in één keer doorwandelen naar rechts, dan ook de linkerzijde. Klein beetje ruimte geven. Terug in het midden. We gaan de handen terug spreiden. We gaan onze heupen terug naar boven brengen. De knieën onder de heupen. Ik ging zeggen en heupbreed. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maakt niet uit. Dan gaan we linkerhand onder ons hoofd zetten. Dus iets meer in het midden van de mat. We gaan de rechterhand richting het hart brengen. We gaan onze elleboog en ons hart richting het plafond draaien. Laat die rechterhand los. En dan gaan we die rechterhand onder de linkerschouder onderdoor steken. En we laten onze rechterschouder in de mat zakken. En thread the needle, een zachte twist. Dus hou de heupen hoog. Ontspan de voeten. En met die linkerhand mogen we doen wat je wilt. Dus misschien leg je die even over je hoofd of achter je rug. Als je ze achter je legt, maak je een twist iets intenser. De linkerhand komt terug onder de linkerschouder, naast het hoofd. We duwen onszelf op, we gaan weer twisten richting het plafond. En uit. Handen komen naast elkaar, gaan we hetzelfde doen aan de andere kant. Rechterhand komt meer in het midden van de mat, linkerhand richting de borst. We draaien richting het plafond met die elleboog. Dan laten we die hand los. Dan uitsteken we de linkerhand onder de rechterschouder, onderdoor. Linkerschouder komt in de mat, linkerkaak misschien. Kom je weer in de twist, thread the needle. En met die rechterhand kan je dan weer doen wat je wilt. Ofwel over je hoofd of wel achter de rug. Heupen blijven in het midden. Dus misschien wilt je hier die linkerheup een klein beetje terug naar links duwen, dat je goed voelt in die twist. Wat we aan het doen zijn. Rechterhand los, zet ze terug in de mat. Gebruik die hand om je uit te duwen. Linkerhand terug richting het plafond. En handen komen naast elkaar. Rol even los. Zet de handen stevig in de mat en maak zo cirkelbewegingen. Met je schouders, zeg je misschien zo, hè? Net achter, boven en over de polsen komt. Dan draai je ook in de andere richting. In het midden. We gaan de tenen in de mat krullen en we gaan 5 ademhalen richting toe squat. Dus als dit al meer dan intens genoeg is, helemaal oké. Okay. Blijf dan hier zitten. Als het kan, komt je een paar ademhalingen achteruit. Volledige toe squat. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn lamp, maar ze flikkert. En ik ze biedjes moeten uitzoeken. Oké, nog een paar ademhalingen hier. Zachtjes, zachtjes. We gaan terug de handen in de mat wandelen.
Voeten losmaken, cirkelbeweging met de enkels. Dan gaan we de tenen terug in de mat zetten. Spreid goed de vingers. We gaan de ellebogen draaien naar de middellijn, zeggen ze. Naar de middellijn, dat wil zeggen naar het centrum. Alsof dat je je handen gaat vastschroeven in de mat. De ogen van je ellebogen gaan eigenlijk naar voren wijzen. Tenen in de mat. Dan gaan we de knieën losmaken, de heupen richting het plafond duwen. Richting downward facing dog. Adho Mukha Svanasana. Trappel misschien even de hielen één voor één richting de mat. Dan gaan we ook de enkels nog verder wakker maken, de kuiten, de hamstrings. Diep adem in. En uit. Adem in. Rechterbeen komt los. Strek dat uit richting het plafond. Adem uit. Rechtervoet tussen de twee handen. We gaan achterste knie in de mat zetten. Wreef van de voet komt in de mat. Als je nu blokjes hebt, mag je die eventueel om de weerskanten van je voorste voet zetten. Dan gaan we op een inademhaling de borst openen. Ons uitduwen. En op uit gaan we naar achter bewegen. De tenen naar ons toe trekken. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Adem in. Komen naar je lage lunge. We krullen de achterstenen onder. Maken die knieën los. Los van de mat. Zitten we in een hoge lunge. Diepe adem in. Open de borst. Adem uit. Strek weer misschien een klein beetje dat voorste been. Adem in is hoge lunge. Adem uit. Halve split. Adem in. Hoge lunge. Adem uit. Halve split. Adem in. Kom terug naar hoge lunge. We gaan die achterste voet plat in de mat draaien. We cirkelen de armen open en we komen naar onze krijger 2. We buigen goed in ons voorste been. Armen zijn krachtig. Check even voor, van achter, dat die op één lijn zitten. Open die heup en blijf ademen. Adem in, strek het voorste been op. We gaan die achterste heup klein beetje, dus linkerheup klein beetje naar achter duwen. Terwijl we met de rechterhand naar voren reiken. Laten we de rechterhand zakken, misschien richting de knie. Scheenbeen of misschien zelfs uw blokje. Dan komt de linkerhand naar het plafond. De Trikonasana. Driehoekshouding. Lach misschien eens even tegen mezelf, ik zei hem hier graag. Diepe adem in. En uit. Handen gaan naar de mat. Zet uw blokjes even misschien uit de weg. We stappen naar downward facing dog. Als je voelt dat je lichaam het vraagt, komt dan even ook richting die kindhouding terug, hè. Dus dat mag altijd. Trappel heel even. Adem in, linkerbeen komt los. Adem uit. Linkervoet komt naar voren. Rechterknie in de mat, wreef van de voet in de mat. Ik kan even mijn t-shirt, want hij zit in de weg. Pak er weer je blokjes bij. Of je boeken. Als je bij de grond kunt, is dat ook oké. En dan gaan we, net als daarnet, op een inademhaling de borst openen. En op uit strekken we het voorste been. Trek de tenen naar je toe. Adem in. Open de borst. Uit. Naar achter. Adem in. En uit. Laatste keer. Adem in. En uit. Adem in, kom naar voren.
Ga die achterste tenen in de mat krullen. Laat de knie loskomen van de mat. Voel de verplaatsing van je gewicht. Adem in. Open weer de borst. Op uit. Strek je klein beetje dat voorste been uit. Adem in. Dus doe je die hoge lunge. Adem uit. Parsva Tomasana, piramide. Adem in, open, uit, strek dat voorste been, adem in, kom naar voren, zet je achterste voet plat in de mat, draai hem in de mat, krachtig op in, krijger 2, open weer de arm, buigen in dat voorste been, zoek even het midden op, dus misschien ga je zo eens naar voren reiken, naar achter reiken. Vind het midden van je krijger. Strek het voorste been, linkerbeen. Rechterheup gaat weer van naar achter bewegen terwijl we met de linkerhand naar de voorkant van onze mat reiken. Als je niet meer verder kunt reiken, laat dan die hand zakken. Misschien richting de scheen, enkel, de grond of je blokje. Kies dezelfde. Dan draait je rechterhand richting het plafond voor Trikonasana om aan de andere kant. Adem goed door. Hou die borst geopend, dus ga niet helemaal gesloten hangen, maar probeer echt open te houden richting het plafond. Diepe in. En twee handen naar de mat. Stap naar Downward Facing Dog. Lange rug. Misschien nog eens één voor één hielen richting de mat. Dan gaan we op een inademhaling richting een hoge plank golven. Adem uit. Downward Facing Dog. Adem in. Golf naar hoge plank. Adem uit. Downward Facing Dog. Laatste keer adem in. En uit. Laat zakken tot buik lig. Kom maar goed plat in de mat liggen. Handen onder de schouders. Ik ga mijn blokjes even aan de kant zetten. Dus handen onder de schouders. Op een inademhaling gaan we opduwen naar baby cobra. Dus we gaan maar een klein beetje opduwen. Adem in. Borst komt los. Adem uit, laat zakken. Adem in, borst komt los. Adem uit, laat zakken. Adem in, laatste keer. En uit, laat zakken. Ontspan de schouders. Misschien even de handen of de armen langs u naar achter. Elke keer als je voelt dat je wilt zuchten of dat je even kindhouding, doe dat. Handen komen terug onder de schouders. We duwen naar handen en knieën. De heupen komen terug boven de knieën. En dan gaan we de handen naar voren wandelen. Dan laten we ons hart richting de mat smelten. Als dat tintelt in je vingers, leg je handen dan ietsjes verder uit elkaar. Dan hebben uw schouders wat meer ruimte. Wandel de handen dan terug onder de schouders. Beweeg even heen en weer met de heupen. Dan gaan we het rechterbeen uitstrekken. Rechtervoet losmaken van de mat. Misschien. Bij de linkerhand liever, sorry. Linkerhand losmaken van de mat. Buig misschien. Het rechterbeen, voet richting het plafond.
En nu mag je kiezen, ofwel blijf je hier zitten. Vind je een balans, vind je centrum. Als je jezelf eens graag wat extra uitdaging geeft, reik je misschien met die linkerhand in de richting van die rechtervoet. Raakt je daar niet, dat is oké. Misschien kun je die voet in die hand leggen en dan weg duwen. Moet niet, hè? Ik geef de opties. Onze tiger pose. Als je die voet vast hebt, laat je zachtjes los. Strek terug uit. Laat zakken. En schud los. Met een handdoek er even bij. Ik hoop echt dat ik niet de enige ben die daar zo mee zweet. Oké. Hetzelfde doen aan de andere kant. Gaan we. Linkerbeen uitstrekken. Linkertenen eerst in de mat. En dan gaan we dat linkerbeen losmaken van de mat. Dus dat komt op gelijke hoogte met de heupen, met de rug, met de schouders. En dan ga je misschien de rechterhand ook zachtjes losmaken van de mat. Vind je balans. Buig misschien dat linkerbeen. En als je merkt, oh, het gaat wel. Mijn balans zit goed vandaag. Rijk dan misschien rechterhand naar achter. Ook hier weer. Als je er niet aan kunt, helemaal oké, hè. Als je er wel aan kunt, ook helemaal oké. De een is niet beter dan het ander. Diepe adem in, zachtjes loslaten. En uit, knieën naast elkaar, handen naast elkaar. Misschien weer even cirkelbewegingen. Komen we in het midden. Op een inademhaling. Laten we onze navel richting de mat zakken. Kijken we schuin voor ons met een holle rug. En uit is bal. Kijk richting de navel. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Laatste keer adem in. En uit. Kom in het midden. Kom zitten. We gaan naar de laatste. Laatste strekhouding doen. Ze gaan het linkerbeen uitstrekken. Rechtervoet ga je aan de binnenkant van het linkerbeen zetten. Dus een halve vlinder eigenlijk. De heupen. Nu zitten die naar jullie. Nu zit ik naar de camera. Ik ga een klein beetje draaien. Zodat ik met mijn heupen richting het gestrekte been zit. En van daaruit, vanuit dat bekken, ga ik naar voren kantelen. En dan is dat misschien hier. Oké, helemaal goed. Misschien zitten uw handen iets meer naar voren. Misschien kunt u met uw handen richting uw voet gaan. Zorg ervoor dat je je nek hier ontspant, dus dat je niet naar voren zit te kijken, maar dat je die rustig laat hangen. Als je naar voren zit te kijken, dan zit er heel veel spanning op die nek. Dat willen we vermijden, dus ontspan je hoofd maar. Schud een keer, hè. Ja en nee. Je echt voelt dat de spanning weg is. Dan gaan we opkomen. We gaan onze rechterhand achter ons zetten. We gaan de heupen liften richting het plafond. De linkerarm komt over het hoofd. Een baby wild thing. Voel weer die lengte in de linkerzijde.
diep adem in. En uit, laat de billen zakken. Wissel van been. Rechterbeen uitgestrekt, linkervoet aan de binnenkant van het rechterbeen. We gaan weer de heup een klein beetje opheffen, zodat we in de richting van dat gestrekte been zitten. En van daaruit gaat het dan weer op een uitademhaling vanuit de heupen naar de voorkant door. Ook hier weer, misschien is dat dit. Dus oké, hè. Luister naar je lichaam. Misschien is dat ietsjes verder. Kunt je misschien zelfs aan je voeten. Waar dat je ook bent, waar dat ook is. Het is uw practice, dat is jouw lichaam. Niemand kan zeggen hoe of wat. Ook hier zorgen, hè? Dat je denk ontspannen is. Dat je geen spanning creëert op plaatsen waar je het niet nodig hebt. Adem in, kom terug recht. Linkerhand komt achter ons. We gaan de heupen richting het plafond duwen. Linkerknie in de mat. Rechterarm over het hoofd. Baby wild thing. Zo stevig uit, adem in. En uit, kom terug in het midden. En dan mogen we op uw rug komen liggen. Voor een paar minuutjes, het allerbelangrijkste deel van onze practice. Shavasana, corpse pose, eindontspanning. Dus kom heel even comfortabel liggen. Handen en de armen langs het lichaam. Als je de handpalmen naar boven houdt, ontspant je de schouders iets meer. De benen zijn uitgestrekt of misschien voeten in de mat en de knieën tegen elkaar. En laat dan de adem los. We laten die terug natuurlijk stromen. We voelen heel even dat we verschil voelen in ons lichaam. Nu, tegenover een half uur geleden. Of dat we merken dat onze adem anders stroomt. En dan laten we heel even gewoon. Ik zeg gewoon, maar dat is niet gewoon. Hè. Dat is lastig, maar toch. Laten we alles los. Alle spanningen stroomt weg. We smelten weg in onze mat. We weten dat dit is waar we moeten zijn. Op dit moment is er niks anders belangrijker dan die volledige overgave aan ons lichaam. We zijn hier veilig, we worden gedragen, we worden ondersteund, we zijn niet alleen. Terug wat beweging in de handen, in de voeten, in de armen en de benen. Als je de tijd hebt, mag je uiteraard nog een beetje langer blijven liggen. Dan maakt je een shavasana, zo lang als dat je wilt. En als je er dan klaar voor bent, ga op je eigen tempo, op je eigen manier, terug
naar een comfortabele zithouding komen. Dus als je de tijd hebt, blijf gerust liggen. Hou de ogen nog heel even gesloten. Voel ook hier weer of dat je een verschil voelt. Het is Sukhasana, dat is kleermakerszit. Aan het begin van de practice en nu. Breng dan misschien de handen voor het hart. Anjali Mudra. Laat de duimen contact maken met het hartcentrum. En bedank jezelf. Bedank je lichaam. Voor de tijd die je genomen hebt om te komen bewegen. Om te ontspannen op je matje. Om tijd te nemen. Om te ademen. Ik wil jullie bedanken. Je tijd. Uw practice en uw energie gedeeld hebt met mij. En dan wens ik jullie nog een heel fijne dag. Namaste. Dank u wel. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb weer een klein beetje rust gevonden.